mannen van vogelvereniging De Bastaarden zijn heel zuinig op hun vogeltjes. En dat is helemaal niet gek, want ze hebben goud in huis. We hebben dus echt heel veel kampioenen onze vereniging, dus als over Brabants kampioenen, bijna allemaal. Maar we hebben dus, de afgelopen jaar hadden we 6 leden van de vereniging die waren kampioen van Nederland in hun klasse. En we hebben ook diverse wereldkampioenen gehad. Ja, want ik begreep dat u zelf een wereldkampioen in huis heeft. Ik wou het niet noemen, maar ik ben de wereldkampioen hier nu eigenlijk. Hè. 2 jaar geleden was je wereldkampioen, maar die vogel kan ik hier nog wel neerzetten, maar die vogel telt niet meer mee. Een vogel speelt maar eenmalig mee, 1 jaar, en dan moeten we een nieuwe zien te kweken. Dus hier heb ik nou het nazaadje van de wereldkampioen zitten. Dit vogeltje doe ik ook wassen voor naar die show gaat. We zeggen waarom? Dan pak ik een watje met goed wasmiddel en doe dat vogeltje helemaal afpoetsen. Dan zet ik hem in een kooi om te drogen, want die kooi moet bepaalde warmte hebben. Want als die kooi dus niet warm zou zijn, zou het vogeltje doodgaan van de kou. Dus dan wordt hij weer op temperatuur gebracht, hij droogt en dan zet ik hem in een kooitje. En dan moet hij zijn prijs zien te halen. En heeft hij nou ook een naam, dit vogeltje? Nou, we hebben allemaal zoveel vogeltjes, we hebben eigenlijk geen benaming. Wij hebben eigenlijk, het is misschien raar, weinig binding met de vogel. Is dat dan niet een beetje ondankbaar? Dan maakt hij uw kampioen en dan heeft hij eigenlijk geen zijn naam. Nou is het wel zo, ik ben wat dat betreft het echte vogelliefhebber. Bij mij zal een vogel die goed gespeeld is, zal ik nooit wegdoen. Ja, of moet een collega komen of iemand moet zo'n gekke prijs bieden. Ja, dan ben ik mijn eigen aan bedonderen. Ik geef hem maar aan die Fransman of die buitenlander, geef ik hem mee. Doe ik hem natuurlijk weg, heel normaal. Maar normaal, ik heb vogels zitten nog van 7, 8 jaar. Wereldkampioen geweest, die waren mijn sterren. Dus uw vogel is kampioen geworden vandaag? Kampioen van de vereniging, ja. Dus van de 32 eigen inzenders had ik de beste vogels. De volgende stap is de kampioenschappen van Brabant. Begin januari de kampioenschappen van Nederland. En uiteindelijk eind januari, dit jaar in Tours in Frankrijk, de wereldkampioenschappen. Hoe heeft u uw kampioen klaargestoomd hiervoor? Nou, in eerste instantie begint het vooraan bij het kweken. Dus een goede vader en moeder bij elkaar proberen te zoeken. En dan met heel veel liefde verzorgen. En hoe doe je dat dan, liefde geven aan een kanarie? Nou, dat is vooral heel veel aandacht en heel veel het schoonhouden van de kooien. Het verzorgen dat ze een goed variabel eten krijgen. Op tijd laten badderen, dat ze elkaar niet vechten, niet plukken. Scheiden in verschillende kooitjes zetten. En ja, heel veel aandacht, heel veel liefde. Maar je moet zo begrijpen, als jij ziek bent in de straat, ja. Geeft de hele buurvrouw en de hele buurt geeft nog geen tabletjes. Dus alleen die vogel. Want mensen denken, het is verrieden, het is niet verrieden. Maar die vogel moet geven. Dus niet iedereen. Dat is goed. Oké, hartstikke bedankt. Nieuwe leden aan het werven. De medicijn, en dat is, wij pakken de, als grote kweker, pakken we dus gewoon een pak van 500 gram van dit. Maar dat is vrij kostelijk. Als een man een keer maar 2 of 3 vogeltjes, kan slechts een pak gaan halen van 30 euro. Dan zei ik, gisteren beloofde ik, zei ik, ken ik een microscoop komen halen, jongen. En zo kweken we vrienden en misschien nieuwe vogelmannen, hè? Waarom? Hij wordt al vogel, echte vogel. Dat is nou een in mijn hart en ziel. Jan is in 5 jaar ook al vogel. Dus. Het is wel echt een mannensport, hè, geloof ik. Nou, ik denk dat dat wel verschilt. Ja, het is wel stand. De vrouw moet er ook wat achter staan. Ja. Oh, de vrouw moet er achter. Kijk, als de vrouw niet achter staat, ben je nergens dus. Hè? Nee, dat is. Jij hebt geluk, jullie Marjon wil er alles voor doen. Ja. Ik heb geluk, mijn vrouw is echt uit de vogelfamilie. Er zijn ook dames die hebben een hekel aan vogeltjes. Dan zal het nooit veel worden met jouw vogelsport. Nee. Dat ken gewoon niet. Als de vrouw zegt van, en er ligt een zaadje daar en dit en dat, je kent en de veger erbij en de ruimte op. Moeilijk, moeilijk. Je krijgt troubles op een dier, want je kent mannen die laten het wel vallen en zeggen, ja, doe ik dadelijk wel. Het is allemaal leuk, die vogeltjes, maar het blijft een wedstrijd. Dit is duidelijk een wedstrijd al. Ik hoor vaak zeggen, ik zet ze voor de lol en ik doe voor de lol mee. Nee. Mevrouw, luister goed, niemand doet voor de lol mee. En als je echt een vogelman bent en je speelt voor de lol, te ophouden. Iedereen wil winnen. Meer weten? Kijk even op omroepbrabant.nl/datisdetgevoel. Wij is dat werkensverde, waar de wiezen Brabantse gevoel.